We zijn hier bij het atelier van Tine. En we gaan eens even haar atelier bekijken. Dit is de deur. Daar is de schuur. We gaan even naar binnen. Zeg Tine, ben jij dit? Ja, nu is een serie foto's. Nou, eigenlijk is de aanleiding heel simpel. Ik keek een paar jaar geleden in de spiegel en toen zag ik ineens dat ik was op een retraite, dat ik zo van die ontzettende inhamen krijg. En dat is zoals mijn vader dat altijd had en heeft en mijn broers allemaal. Ik denk, god, krijg ik dat ook als vrouw, weet je? Dus, ja. Toen dacht ik, nou, dan ga ik foto's maken van, hè, ik ben mijn vader, weet je. En, maar dat heb ik 2 jaar laten liggen en toen laatste keer, een tijdje terug, was ik weer op retreat. En toen voelde ik van, oh ja, ik ben mijn vader, maar dan een andere betekenis. Hè, niet zozeer uiterlijk, maar ook meer dat je je eigen vader bent, om het even heel simpel te zeggen. Maar het gaat wel verder, dus het is moeilijk om dat even uit te leggen. En vandaar dat ik dat ben gaan doen. Ja. Het is dus, nog niet zo lang geleden, deze foto dus? Nee, echt pas. Zeg maar 3 weken geleden. Oh, of zo. Oh, wat. Dus echt weer nieuw. Ik heb eerder toch ook allemaal foto's gemaakt, maar heel lang niet. Ja. En dit is eigenlijk weer voor het eerst dat ik dacht van, nou, dit wil ik weer zien. En vandaar. En je hebt ook andere foto's van jezelf, hè? Die babyfoto is niet van jou, of wel? Die is Mees, hè. Maar dat is dan Mees en ik. Ja, dochter. Het was eigenlijk meer om te ontdekken wat het nou is, hè, moeder-kindrelatie. Dat is toch wel een bijzondere relatie, hoor, moeder en kind. Mm-hmm. Het is heel intiem, heel dichtbij. Maar het kind is ook zo van zichzelf, dus het is ook weg van jou. En dat doet het ook. En dat is toch wel heel, heel bijzonder eigenlijk. Terwijl je onvoorwaardelijk voor haar zorgt en van haar houdt natuurlijk. Maar dat zit ook... Het is een ander mens, hè? Het is een totaal ander mens. En toch is het een deel van je. Dat is heel, heel bijzonder, vind ik eigenlijk. Ja. Ja. Gaaf. Dus, heb je maar 1 kind, trouwens? Ik heb maar 1 kind. Oh ja. 1 meisje. Dus, ja. Wat piemelachtige vormen. Daar hou ik dus ook erg van. Maar dat ben ik dus nou eigenlijk niet zo meer mee bezig. Deze vormen niet. Nou is het dat soort vormen. Maar daar zal ik nog wel mee verder gaan. Maar nu ben ik even weer aan de foto's. Weet je dat zo? Ja. Ja. Ja, dit is eigenlijk... Ook een onderzoek. Eigenlijk ook een onderzoek, ja. Zo ziet het eruit. Het relateert ook mooi met dit borduren, hè, wat ik dan ook zelf doe. Zo heel fijntjes borduren vind ik ook heel erg leuk. En maar eigenlijk ben ik ook een beetje een rouwdouwer, dus keramiek moet niet te ingewikkeld worden. Zoals niks te ingewikkeld moet worden, daar hou ik niet van. Ja. Maar ik vind het heel mooi om met de materialiteit. Het zijn eigenlijk ook vensters, hè? Voor mij heeft dat ook wel weer een betekenis. Ja, en dit is dan ook weer geborduurd. Maar dit vind ik ook mooi om te ontdekken van gewoon, hoe kan het? Om iets heel kwetsbaar te maken en dan te kijken of dat nog houdt. Oh ja. En je hebt dus een spleet laten ontstaan en toen pas in de oven gedaan? Maar heb ik gewoon zo gedaan met een mes. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk naar aanleiding dat het soms per ongeluk is gegaan. Kijk, daar is het per ongeluk gegaan. En maak je de dingen nou voornamelijk gewoon voor jezelf of om jouw onderzoek te bevredigen of om andere mensen daarmee te plezieren of doet dat er niet toe? Nee, het is meer toch om mijn eigen nieuwsgierigheid
te bevredigen. Ja. Maar dat vind ik echt het mooiste. Als, je, als ik echt nieuwsgierig ben naar hoe dat dan uit je overkomt. En of als je foto's aan het afdrukken bent, of het ook iets is, hè? Of het iets is of niet. Dat is toch wel. Ja, dat vind ik het toch het spannendst. Ja. Ah, dit, zijn, dit is gewoon een kaartje van Paul Jenius. Oh. Die heb ik gekregen, weet je. Dit van zijn oud meer. Dat ging eerst altijd van vorig jaar op de verjaardag. Maar dat dus, moest ik gewoon echt wegbergen. Het gewone leven hoort er ook bij. In jouw atelier althans. Ja, nou, dit moet ik eigenlijk opruimen. Ik ben niet zo mee bezig verder. Oh, nee. Nee. Oh, okay. Nee. Dus ik vind toch. Nou, mijn werk is natuurlijk, mijn baan zit hier ook wel een beetje bij, want... Wat voor baan heb je dan? Oh ja, in de psychiatrie, met kunst en psychiatrie. Dus, ja. Maar het is meer dat mijn eigen werk een inspiratiebron is om dat werk te kunnen doen, ja. Dus ook nog daarin iets over te kunnen dragen eigenlijk, aan die anderen. Of meer wat de beleving, hè? Wat het is om kunst te maken. Hoe ik kan kijken. Hè? Vooral leren niet direct te oordelen over je werk. Want dan is het altijd niet goed en zo. Dus nee, dat is heel leuk om te doen. Ja. Ja. Maar het is ook niet makkelijk. Het lijkt mij tenminste om elke keer maar weer... niet te oordelen, want dat, ja, uiteindelijk doe je dat toch als je kijkt. Ik doe het altijd, ja. Maar het kan wel ruimte geven dat je niet gelijk iets... Nou, vooral als mensen, als je begint met kijken, dan ben je heel geneigd om... Het moet zo en zo en zo zijn. Hè? Dat is wat je in je hoofd hebt, wat mensen zeggen, wat je familie zegt. En als je niet direct oordeelt, kan je leren van anderen ook, die er wat van zeggen, hoe je ook kan kijken. Dus, ja... Dat vind ik erg belangrijk. Ja. Maar nog even over die foto. Want dit is toch het meest recente, hè? Ja, dit is het meest recente, ja. Is dat dan omdat je je vader wilt zijn... of omdat je onderzoek doet naar hoe het zou zijn om je vader te zijn? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een goede vraag... Ik denk dat ik meer mijn eigen vader wil zijn. Omdat ik natuurlijk altijd op zoek ben geweest naar mijn vader. Maar die is nooit beschikbaar geweest. Ja, zo simpel is het eigenlijk. En uiteindelijk word ik dan mijn eigen vader. Zodat ik dat niet meer en buitenshuis hoef te zoeken. Zoiets. Dat denk ik. Of misschien is het wel de bevestiging van jezelf. Dat is heel slim. Want heb jij nooit goed contact gehad met je vader? Nee. Kwam dat door hem? Dat denk ik. Ik denk dat zijn eigen onvermogen eigenlijk. En natuurlijk de gezinssituatie, hè, dat het veel te druk was. Dus, Met hoeveel waren jullie dan? Maar dat weet je wel, hè? 18, ja. Nee, dat wist ik echt niet. Oh, dat wist je niet. 18 kinderen, dus vandaar dat je dan een beetje... Wow. Altijd... In mijn werk komt mijn familie dus ook heel vaak voor. Omdat dat toch zo worstel is met de plek in de wereld... Ja. Ja. Vanuit dat gegeven. En ik heb dat altijd wel gemist, de vader. Ja, zeker. Als kind zat ik al te wachten tot er, dat er iemand zag vertellen hoe het allemaal moest. En zo. Ja. Maar dat deed jouw vader dus niet? Nee. Hij vertelde niet hoe het moest? Ja. Hoe. Weet je, gewoon... Op zijn Twents? Op zijn Twents of van... Nee, Achterhoeks. Maar eigenlijk niet gewoon onbereikbaar. En dat is wel heel naar eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Dus vond ik. Ja. En ik was ook een beetje bang. Ik was een bulderaar. Dus onvoorspelbaar. Oh. Ja. Waar? Ja, niks aan. Nee. Nee, is echt niks aan. Nee. En misschien... Maar ik trok me altijd terug. Dus ik ontliep dat altijd zo. Veel naar buiten. En was natuurlijk veel kinderen, dus ik kon ook een beetje onderduiken. Hè? Mm-hmm. Ja. Dus gewoon zorgen dat je niet te veel opviel. En, mm-hmm.
ja, netjes aan de regels houden. Maar ondertussen gewoon je eigen dingen doen. Ja. Ja. Beste. Dus daarom is dat altijd zo'n item. Ja. Ja. Wou je er nog meer over zeggen? Want ik zie daar een werkje. Het lijkt bijna Dalí-achtig. Dus... Oh, dat is een collage. Oh, dat doe ik dan met de mensen. Oh, dat heb jij niet zelf gemaakt? Heb ik gemaakt, maar ik geef dan een opdracht. Maar doe ik zelf mee. Oh ja. Maar zullen we even kijken? En dan hang ik altijd op, ja. Ik heb een hele grote knipselmap, waar ik allemaal verzamel uit kranten. En dan moest dus de vormen die daaraan relateren, wat zij vonden, moesten ze dan opzoeken. Dus iedereen moet kijken van, hoe relateert de vorm? En niet zozeer de inhoud, maar meer de vorm. Het hergebruik van al bestaande beelden, niet alleen in jouw les doet, maar ook voor jezelf? Nee. Ik heb toch altijd erg behoefte om nieuwe dingen te maken. Ja. Ik zou eigenlijk, want ik heb eigenlijk heel veel foto's die ik nog nooit heb laten zien. Die zitten daar gewoon in zo'n doos, op elkaar allemaal. Ja. En, soms denk ik, ik moet daar iets mee doen, maar ja, doe ik niet. Woord en beeld, dus dan gingen we gedichten schrijven. Dan deed ik ook wel eens een opdracht, bijvoorbeeld dat je dan, net als dit, hè, denk af en toe eens en er stond iets anders, maar dan maak je er zelf voor mij, weet je. Dat is eigenlijk natuurlijk, je moet allemaal zelf denken, maar het is heel fijn als iemand soms voor je denkt. Dat lijkt me zo heerlijk, ja. Als je zegt, goh, wat gaan we doen? Nou, we gaan dat en dat doen en zo, weet je. Dan ga je er gewoon naast zitten, dan hoef je niks te doen. Dat lijkt me heerlijk. Ja, dus vandaar. Maar dat is leuk als je daarmee gaat spelen. Als je allemaal tekstjes uitknipt en dan ga je plakken en knippen en zo. Dan kom je op dingen die je zelf niet hebt kunnen bedenken. Oh, ik was helemaal dol op Anton Heijboer. Dat was echt mijn eerste, op de academie, echt mijn eerste grote. En Joseph Beuys. Maar volgens mij kwam eerst Heijboer. En dat was een heiboer, was dat omdat hij zo vrij werkte en zo vanuit zijn eigen gekte de dingen moest, die etsen, dat was allemaal die pentagrammen, dat was allemaal om te kunnen zeggen hoe dat zat met hem en zijn vrouw en hij in de wereld. Nou, dat was voor mij zo'n bevrijding. Dat kon jij zo lezen, op die manier? Ik bedoel, jij las bijna zijn werk. Nou, maar daar werd ook over geschreven, dat heb ik gewoon gelezen. Aha. Maar het sprak me direct aan en ik dacht, dus dat kan je ook doen. En dat gaf voor mij het idee van, ik doe gewoon wat ik echt, weet je, dan ga je niet kunst maken, maar dan ga je echt dat inzetten om je eigen dingen eruit te gooien. Ja. En dat vond ik wel te gek, ja. Terwijl ik uiteindelijk gewoon foto's heb gemaakt, maar het ging om die daad, hè, dat je dat gewoon doet, hè, wat jou... waar je behoefte aan hebt. En, ja. En dat vond ik wel te gek. Ja. En Boy is natuurlijk ook een hele... die werkt heel veel met kruisen. Dat deed ik ook altijd. Dus daar heb ik me ook daarom heel erg in verdiept. Ja, die komen nou niet meer terug, die kruisen. Want ik kan ik niet meer gebruiken. Maar vroeger in de ets werken en zo. Heel vaak kruisen. Ja. Mooie boekenkast, zie ik. Nou, veel rommel eigenlijk. Ja. Lees je niet zoveel? Of? Ik lees heel graag. Ja, ik lees wel. Ja. Maar er staat een serie van Proust en dat is nog. Maar ik heb pas één deel gelezen. Dus, Het komt toch door het platteland. Hè? Dat is toch die wijdheid en die ruimte die je altijd weer terug wil halen. Eigenlijk is dat. Wat ik altijd doe. Enerzijds dat uitzoeken en anderzijds het terughalen van dat land en van het gevoel wat ik toen had, hè, dat alles mogelijk was. Dat het alles eigenlijk oneindig was. Sorry, hoe moet ik dat zeggen? Nou, dat klinkt misschien een beetje verheven, maar ik bedoel eigenlijk alsof er altijd wonderen kunnen gebeuren. Zoiets. Dat gevoel. Mm-hmm. Dat vond ik geweldig als kind. Ja. Nog steeds natuurlijk, ja. 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 Dus, is ook meer mogelijk in de natuur voor jou? Voor mij wel, ja. Voor de natuur is heel veel mogelijk, ja. Nou, je ja. woont toch in de stad? Ja, maar dat hoop ik nog een keer. Groot Hengelo woon jij? Ja, Groot Hengelo. Midden in de stad, al die rotmotoren langs rijden en zo. Maar je kunt hier natuurlijk heel snel naar buiten, hè. Ja. Dus, ja. Maar ja, toen ik...
op dat platteland wonen als kind, heb ik de cultuur gemist. Dus dat was ook wel een verlangen. Dus eerst was er literatuur en toen kwam de muziek en toen pas de kunst. Dat er iets ontstaat wat je niet hebt kunnen bedenken. En, wel vanuit het concept, maar toch dat het me verrast. En, eigenlijk dat het me iets gaat vertellen over mezelf. Ja. Dat vind ik eigenlijk het leukste van de kunst. Ja, ja. Dus het is misschien een heel oneigenlijk gebruik van kunst, maar zo ben ik er ook ingestapt. En ik dacht echt van, nou, 5 jaar Aki, als dat niks wordt, dan hangt het er mee op. Dus, waarmee op? Ja, met gewoon met ergens te zijn. Serieus? Ja, dat dacht ik toen. Maar het was ook een gedachte. Maar ik dacht wel, er moest wel heel veel uit. En ik kreeg het niet op een normale manier eruit. Zo opgesloten. En de kunst is natuurlijk ook een manier om de dingen uit te gooien. Voor mij was dat echt zeker. Maar ja, ben ik er ook ziek van geworden. Maar dat geeft niet. Dat was de prijs wel waard. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus. Ja. Nou, wat mooi. Ja, ik had hier al eens een keer eerder willen doen, maar nou komt het er eindelijk eens van. Ja. Let op dat ik een beetje recht sta en daarna op de grond te staan. Of zo. Ja, je hebt goede hoogtes om te werken zo. Hè? Je zorgt goed voor dat je fijn aan het werk kan. Ja, doen. En deze plek. Ik moet zeggen, het is wel de beste plek die ik ooit gehad heb. Ja. Ja, dat is prachtig. Ja. Je kunt goed verwarmen en. Nee, maar het licht is mooi en ik voel me hier beschut. En toch is het heel ruim. Ja. Ja. Ik heb een doorkamer, dus ik kan foto's afdrukken. Oh ja. Ja. En dan kun je hier zelfs nog naar boven. Ja, ze hebben nog een zolder. Alleen maar opslag. Voor de opslag, oké. Okay. Ja, God, ik kan natuurlijk nog heel lang praten over de dingen, maar. Ik denk dat het ook wel weer genoeg is. Oké, okay. Nou, bedankt.